Goedendag, welkom bij deze instructie over het wijzigen van de contractposities. Ik ga u laten zien waar u de contractposities kunt wijzigen. Dit kunt u doen door bovenaan in het hoofdnavigatiemenu op het tandwiel-icoon te klikken. Dat noemen we ook wel de configuratieknop. Dan gaan we naar algemeen. En dan gaan we onder tarieven gaan we naar contractposities. Het kan namelijk voorkomen dat bij de jaarovergang... Uh, de zorgverzekeraars ineens andere namen uh, hebben voor hun contract. Uh, het kan zijn dat uw actuele contract dus nog op uh, ja, het oude contract staat. Dus u dient met de jaarovergang altijd even goed te controleren uh, in de contracten die u krijgt bij de zorgverzekeraar uh, of het actuele contract uh, nog correct is. Als voorbeeld uh, wilde ik even zorg en zekerheid laten zien. Uh, bij zorg en zekerheid. Als we even op contract selecteren, dan ziet u dat er heel veel mogelijkheden zijn. Um, in 2016 waren bijvoorbeeld tarieven A, B, C, D en Z en AA en ZHKZ uh, van toepassing. Um, en in 2017 waren die ineens gewijzigd naar tarieven: kwaliteitszorg 1ster, kwaliteitszorg 2ster en kwaliteitszorg 3ster. Uh, het kan dus zijn uh, dat de zorgverzekeraar dat dus aanpast en u dient dat in vision, dan ook goed en juist te selecteren. Um, want als u dat niet uh, correct selecteert, dan kan het zijn dat er uh, oude tarieven worden geladen. En op het moment dat u dan gaat uh, declareren naar de zorgverzekeraar, dan kan het dus zijn dat u het bestand uh, volledig retour krijgt, omdat de tarieven niet correct zijn.